1994 had ik het idee om voor mezelf te beginnen. Dat voorstel heb ik met mijn vader gedeeld en die was toen bereid om mee een bedrijf op te starten. Samen hadden wij heel veel ervaring in de metaalconservering. En ja, wij stonden op dat moment 24 uur per dag voor opdrachtgevers klaar bij de bedrijven waar we toen werkten. Nou, en die tendens hebben we voortgezet in ons eigen bedrijf. Wij conserveren metaal, dus wij zorgen dat metalen objecten een langere levensduur krijgen. Dat vergt een hele specifieke kennis, zowel van het materiaal, de ondergrond, maar ook de producten die worden verwerkt. En ook bijkomstige dingen, zoals milieu en arbo-wetgeving. Wij proberen samen, als we een project hebben, samen met de klant naar de beste oplossing te gaan. En in hoofdzaak zorgen wij gewoon dat een stalen object een levensduurverlenging krijgt. De kennis bij ons wordt die alleen maar groter door de integrale cluster waar wij eigenlijk in werken en waar wij mee aan deelnemen. Dus dan moet je denken aan architectenbureaus, technologische onderzoekbureaus, maar je moet ook zien elektrobedrijven, airconditioningbedrijven, timmerbedrijven, staalleveranciers. En het is op dit moment eigenlijk de omgekeerde wereld, want de bedrijven in China laten hier de schepen bouwen die wij op dit moment aan het conserveren zijn. In dit geval is het een snijkopzuiger. Dat is zo specifiek in deze omvang. En ja, iedereen die daar dan meewerkt, die daar zijn specialisme voor inzet, ja, brengt het tot het feit dat we dat in Nederland, maar ook met Belgische toeleveranciers, beter kunnen als in het Verre Oosten. Nou, wij zijn werkzaam door heel Nederland. De Gale Koppenbrug, een heel groot project, hebben wij behandeld. En alle problemen die daar eigenlijk dagelijks aanwezig waren, dus 85.000 auto's die de hele dag over die brug razen en om de minuut een scheepsactiviteit onder de brug, moesten wij zorgen dat we daar met 0,0 problemen eigenlijk het werk moesten uitvoeren. Maar omdat we in Nederland door heel Nederland rijden, is het eigenlijk een gemiste kans om niet in het Belgische te gaan kijken, omdat dat immers nog geen 25 kilometer hier vandaan is. Wij hebben al stukken gedaan van de IJzeren Rijn, maar dan in Nederland. Dus ja, de kennis die we daarbij op hebben gedaan, die zouden we heel goed toe kunnen passen bij soortgelijke projecten in België. Antwerpen, daar zou een mooie brug zijn voor eventueel het onderhoud van schepen. Maar ook de nieuw te bouwen fabrieken die je daar gaat doen. Zowel in de petrochemische industrie, maar ook in de leidingenindustrie. Wij als De Koning zijn een echt familiebedrijf. Een betrouwbare en solide partner. En we hebben dezelfde mentaliteit als de mensen in het Antwerpse. Want per slot van rekening, vroeger was het allemaal Brabant. De trend binnen ons eigen product is dat we tegenwoordig veel meer met high solids werken. Dat wil dus dit zeggen, met speciale coatingsystemen. Met zo min mogelijk oplosmiddelen erin. In ieder geval voor het milieu en het milieu zo min mogelijk te belasten. De trend die wij ook tegenwoordig veel en veel meer toegepast zien, dat is dus het spuiten met 2K-pompen, dus twee componenten pompen, dat is de trend. Wij zijn metaalconserveerders, wij verstaan ons vak. Wij zien zoveel mogelijkheden op andere vakgebieden, waar je gewoon door de nood gedwongen of door de crisis toch naar moet kijken. Wij noemen een paar gebieden. Bij wijze van spreken het onderhoud van treinen, het onderhoud van spoorwagenwagons, het onderhoud van petrochemische industrie. Er zijn op ons vakgebied genoeg kansen.